Hallo! Goedemiddag! Ga eens kijken hier, ga eens voor jullie zitten, jongens. Gewoon, kijk eens. Maar, laten we even in een kringetje gaan zitten. Ja, laten we een kringetje gaan zitten, jongens. Heavens Warrior 90, oftewel Kiel the Dutch Warrior! Hello, everyone! En natuurlijk Mystic Blue NL. Hier op de. The one and only! Op de PlayStation 4. En, ja, daar gaan we komen op dit seizoen. Leuk, hè? Leuk, hè? Nou, leuk. Leuk is anders. Ga de kant jij. Erik had al vannacht had hij al de game gehaald. Ik heb het natuurlijk net gehaald. Ja, als het goed is, hebben jullie van mij natuurlijk de eerste singleplayer deel hebben jullie al gezien. Nou, we gaan verder met die singleplayer co-op. Weet ik veel hoe we dat gaan doen. Ja, toch? Ja. Weet je, zit er een beetje een volgorde in of kun je gewoon alles kiezen? En jullie weten van meer. Je kan 4-5 missies tegelijk kiezen. Oké. Oh, het was leuk, hey. We gaan verder met z'n tweeën. Is je dood? Ja. Ja, ik ben dood. Oké. Maar jij moet eerst even je loot nog even pakken, Fish. Ja, mijn loot, waar is dat? Heb je alles al gepakt? Al die vraagtekens? Nee. Ik zie uitroeptekens. Twee uitroeptekens. Nou, dan moet je daar even heen lopen, jongen, Koekwaus. Eerst naar deze. Ja, hier. Approach. Die, ja. Die moet je doen. Ja. Klik. Ja. Approach. En dan heb ik hier messages. Deliveries and messages are left with the postmaster to collect it by guardians when they travel brings them home. Oh, wat spannend. Dit is gewoon je hotmail. Oké. Ja. Dit is wel knap. Maar dan moet je wel hier langs. Gmail? Wat? Ja. Gmail. Dus, lekker man. Maar en nu? Moet ik er meedoen? Nu moet lekker, je lekker collecten. Ja, oké. Okay. Oké, okay, daar is het dan dismissed, hè. Ja. Doei, dankjewel. Doei. Dan gaan we naar deze. Ja. En dan moet je daar naar beneden. Ja, nee. Omhoog. Beneden, omhoog. Omhoog. Het is wel knap dat je een single player met z'n drieën doet. Ja, dat is leuk, toch? Ja. Rennen, wie ben jij? Rennen. Welke ben jij? Ben jij die? Of ben jij die? Vanguard Titan. Oh, ik ben Hunter dan nou. Moet ik hier... Oh, jij bent nou een Titan. Dan, welcome to fight Titan's Field Issue. Moet ik daar wat mee doen? Ja, dat ding moet je aanklikken. Oké, en wat is dit? Oh, dit zijn allemaal extra abilities, toch? Armors? Nee, armors en zo. Ik heb 100. Voor mij heb ik 102, klopt dat? Dat kan kloppen. Ja? Rika is level 4, lekker, level 6, level 8, level 8. Hier kan ik dus helemaal geen reet mee doen. Pas later, als ik. Nee, nu nog niet. Als ik groot ben. Sta jij ongeveer een kilometer van die gast af? Ja, dat kan echt niet, hoor. Hallo. Hoi. Hoi. Waar begin ik aan hier? Hoi. En. Je moet ook iets doen, denk ik. Kom maar hier. Press options to open your character's team. Ja? Options. En dan gaan we naar... ik heb hier wel level 2 ben ik hier. Defense. Oh, ik zie hier de knipperen. Chest armor, toch? Equip. Ja, dan moet je even vergelijken of zit die beter is dan die andere. Die eerste is level 23 defense, toch? En die andere is 8 defense, klopt dat? Ja, dat weet ik niet. Ja, dat ligt aan jou. Lightmail. Waar Cry is level 1. Ja, jij moet zelf kijken, wij kunnen dat niet zien voor jou. Ik denk dat ik het goed gedaan heb. Oké. Okay. En anders laat iedereen. Ik kan alleen jouw pop. Ja, dat gaat nu achterlaten in de comments, dat maakt niet uit. En... Ja, jij moet ook hier naar je schip toe, denk ik. Ja, de kunstspin moeten we ook nog even. Ja, jij moet helemaal hier een wapen kiezen. Hallo. Je hebt 4 verschillende keuzes: Pulse, wapen, Scout, shotgun en auto rifle. Ik heb zelf, misschien kunnen we daar op elkaar afstemmen. Okay. Jij hebt een assault drive, of ik heb een assault drive, jij hebt een pulse, hè, Erik? Ja. Ja, nou niet. Choose a weapon, Guardian. Ik heb twee auto's. Okay, dat is makkelijk. Maar welke gaan jullie nemen? Ik auto's. Heb hier de Marshall, de PSI Umbra. Pak de auto maar. Hoe zie je dat auto is? Dat staat daar ergens bij. Dat staat er. Dat staat net boven, net een naam heb je van het wapen, dat is dik gedrukt bovenaan, daaronder staat het. Moet ik pakken? Mag je zelf kiezen, maar ik zou auto is wel, vind ik het relaxed. Oké, nou dan kies een autorifle, oké. Wat sta jij de muur te neuken, Fish? Oh, je zit met me weg te duwen. Nee, dat doen wij nooit. nee, okay, joh. Okay. Equip new weapon. Oké. Equipment, nee toch? Ja, dat doe je op. Nee.
Voetballen! Yay! Oké, dan. Oh, de shipwreck. Report to the shipwreck to check on your ship. Ja, hier. Go, okay. Go. Loop, move, bitch. Your ass. Move your ass. Ja, verresteren. Verresteren. Hey, don't forget me! No. The tower hangar, the last city, Earth. Oké. Okay. Ja, jullie dachten zonder mij weg te gaan, hè? Ik dacht het niet. Ik ben dacht er alweer. Oh. Oh my god. Ja, wat wil je kopen? Take your... Lekker hoor. Oké, nou, ik heb hem. Ik heb hem. Wat zijn jullie... Wat de fuck zeg? Ja, zo, kom maar. Wat is dit? Wat is het voor rijtje? Wil ik dat weten? Nou, kom op. Wat gaan we doen, jongens? Wat gaan Returning we doen? Turning to orbit. We are going to orbit. Is Erik. Erik is de party leader. Oh, jij gaat gewoon zeggen van ik moet daar gewoon naartoe gaan. Wat voor... Ja. Gaan we naartoe. Player left. A player has left your fire team. Ja, netwerk shit setup of zo staat er. What the fuck. Nee, niet die jullie hadden. Want ik zit nog gewoon in de dingen. Yeah. Maar ik zit niet meer. Ik join jullie fire team. Oké. Maar wie is nu onze fire team leader? Ga ik even kijken. Dat is Fishinator. Oké, nice. Ik weet helemaal niet hoe het werkt. Dus dat is nice. Oké, hun. Jullie fireteam is full. Nou, moeten wij jou joinen dan? Ja, we joinen Erik wel weer. Want, dit gaat goed zo. Dan doen we die. Die join fire team. Aflevering 2. 10 minuten gekut. Ja, maakt niet uit. Join fire team. Joining a new fire. Yes. Oh, je kun je meenemen trouwens. Oh, nou, maar ik zit er al. Oh, oké. Maar ik had je mee kunnen nemen, dus. Grappig. Hey. Ja. Unable to join the target player. Please try again. Gaat goed zo. Ja, dat nou, ook. Please try again. Er zijn nog mensen bij jou in jouw fireteam. Nee, ja, ik en Evans. En Maxinator en er komen allemaal mensen bij. Nee. Jij zit niet goed te kijken. Mijn fireteam bestaat maar uit 2 man. Okay. 100%. Nou, dat klopt. Ja, dat zie je niet in. Ik snap wat je bedoelt, ja. Oké, nou kom ik er wel in, denk ik toch? Gaat lekker toch? We zijn al 8 minuten bezig. Ik heb de fireteam close gemaakt, man. Oké, goed. Waarom kan ik hem niet launchen? Ik ben nog aan het laden. Ik heb hier een laadscherm voor me. That's why I don't get the button. It was not green. I said it on very hard or on normal. Voor het online spelen is het leukste om normal te doen. Voor het... Nee, we doen gewoon hard. Voor het ding is... Heb je een echt op hard gezet? Ja. Het is maar level 3 hard, jongen. Anders is level 2. De ene level. Oh, de ene level. Maakt niet uit. Let's go, motherfuckers! Ja. Hey, waarom hebben jullie allemaal hetzelfde vliegtuigje? Ja, dat komt omdat we geen stijl hebben. Ik heb geen stijl. Koop gewoon een nieuwe of zo. There is so little left out there. A guardian can't do much to protect the city without one. But it needs a warp drive if we ever hope to fight beyond Earth. And that cosmic drone... Oh, die warp! Oeh, een beetje sci-fi erbij. Nog extra sci-fi. Dit hele spel is sci-fi. Ja, dat weet ik nog een beetje extra sci-fi. We gaan alleen een warp drive nemen. Dat is een beetje Star-Trek-achtig. Nou, hij had net nog een Call of Duty bril op en nu heeft hij de Destiny bril op gedaan. Het ziet er hetzelfde uit, hè? Nee, Superjumper ziet er hetzelfde uit. Oh, ja. Dat is wel anders. Ja! Let's go! Nieuwe mission! Jij mag het doen, Fish. Jij weet hoe het moet. Ik heb volgens mij wel gespeeld. Recon... Oké, moet het daar niet van toe? You have to push on your big button to see where you are going. Ja, dingetje krijg je in beeld. Maar ik zie dat aan de achterkant ons zitten... Daar zitten ergens monsters. Ja, boeien jongen, schuit aan. Maar jongens... I give you cover with my sniper. Two down. Dit is wel een vet wapen dit eigenlijk, jongens. Hey, sniper niet. Deploy ghost. Ja, ik snap jouw rek. Hey, deploy ghost. Ooh. The
ship's avionics are completely catatonic. Okay, Dan. But I can call their last transmission. I'm dancing. Wow. I'm a dancer. Okay. Oh, bam. Beetje ruis, jongens, op die lijn. Doe er even wat aan. Hoor jullie wat? Oké. Okay. Ja, ik ben al weggelopen. Ik ga met jou mee, Erik, jong. Je hebt wel een smooth kontje, Erik, in deze game. Ja, weet ik. Heb ik altijd al, hè. Oh, oké, okay, oké. Bij Vans, bij Ghost ook. Female, jongen. Wow, het is trouwens wel je druk, heb ik idee. Nee, joh. Waar zit ze? I'm going to kill you. Wat is dat in de lucht? What the fuck? Wat in de lucht waar? Oh, dat. Oh, dat ding. Ja, dat zijn mijn vriendjes. Oh. Die komen even gezellig ons vermoorden. Oh. Dat is best wel kut eigenlijk. We moeten hier naar binnen, hè? Ja. Nee. Ja. Heb je trouwens sensitivity iets hoog gezet? Hoe werkt dat? Options. Druk je options en okay, helemaal naar rechts en dan doe je 65. Hartverdenk! Nee, ze zijn voor mij! Zo, vis, goede singleplay serie. Alle monsters zijn al dood. Ja, nou ja. Wij doen ook alles voor jou, hè? Ghost, fuck jou! Okay, die heb ik al gedaan, jongen, shit hier. Dat is al de tweede keer vandaag dat ik deze missie doe. Maar nou met een ander poppetje, homo. Bij die andere ben ik al level 9. Level 9? Wat een no-life, hè? Ja, joh. Was hij er hoogste rank? Helemaal niet. Dat het alweer gekraakt en gecheat was en zo. Dat er iemand, mensen waren met hoogste rank. Serieus? Ja. Ja, hoger dan 29 volgens mij. Ik zag een keer 29 voorbij komen toen in de video's. Oh, hier mensen. Ja, gewoon video's van die developer shit. Maar ik weet niet of het nog hoger gaat. Ah ja, oké. Volgens mij wel. Oh. Dus ik zou niet precies weten. Sowieso tot de 29 en misschien ook nog wel verder. Deze ding. Oeh, zag die! Zag die! Nee, dat zeg jij allemaal wel, maar. Oh, snipe skills. Oh, in zijn kontje, zag je daar. Hij zag het. Die andere pik. Echt niet, hij was er niet dood. Quickscope, motherfucker. Ja, maar toch had ik hem. Trickshot. Okay, noscope, cross map, collateral, headshot. Dit is geen Call of Duty, jongens. Dit is een andere game. Dit is een echte game, nee, hoor. Nee. Call of Duty is ook een echte game, maar dit is weer anders. Het is leuk wel trouwens tot aan Advanced Warfare, hoor. Moet ik het toch even, jongens, toch? Ja, daarom heb ik het voornamelijk gekocht. Ja. Ghost ben ik om even, Ghost even pauze. Dat is, ik heb nog... Loot crate! I want the loot crate, too. Ja, ik heb... Hey, I have better armor. Let's go. Ik heb Forever 2.1. Ah, die muziek is ook vet trouwens, hè? Ja. Respawning restricted. Ja, dus niet doodgaan. Ja. Niet doodgaan, want dan moeten we je reviven. Oh, wow. Iemand. Deze zijn level 3. Dit is het enige moeilijkere. We will survive. Oh, ik ben bijna dood trouwens. Wow, ik ook. Ik weet niet wat er ontplofte, maar dat was niet fijn. Oh ja, dat... Hier was ik met Paul geweest. Heb ik trouwens een granaat? Ja. Ja. Ja, ik zag het, Ja, die heb je. Oh. Ah, die levelbandjes zijn ook kut, even. Ben ik dood? Wait to revive. Ja, dat je mij... Ja, ik kom eraan. Ik kom eraan. We moeten jou reviven. Ik ben ook down. Ah, jullie zijn echt motherfucking slecht. Ja. Nee, want ik was jou aan het dekken, Kjell, ja, maar jij zat er niet op te letten. Ja, ik lig daar, dat bolletje ben ik. Oh, schiet op. Ja. Nou, dat maakt niet uit, je kan met reviven. Is dat Lingo? Ik ben bijna dood, dus ik moet even. Oh, ik ben dood. Dat is natuurlijk hard zitten, dat is het verschil. Ja, best wel. Ja, maar dat maakt niet uit. Nee, dat maakt niet uit, hoor. Mijn balletje is voor jou, Erik. Jongens, dit is hard, hè. Vergeet het niet. Hard. Ja, we gaan hem ook gewoon hard uitspelen, Dick. Ja, het is soms even lastig. Ik moet even weer inkomen, maar dat maakt niet uit. Wauw, ik ga dood door mijn eigen granaat.
Oh nee, niet. Ben ik nou de laatste standing? Hey, died. Ik trouwens. 10 seconden, respawn. 8 seconden. Erik is bij je. Ja, tuurlijk ben ik bij jou. Oké, nu focus op die fucking nummer 3. Ja, hey, sniperen, sniperen. Hey, als je een sniper hebt. Focus dus. Er zitten maar 4 kogels in een kut sniper. Oh, oh, waar komt hij vandaan? Oh. Hij is bijna dood. Oh, ik ga dood. Ik ga ook bij. Ja, ben je down? Ik word er ook zo in hard ingegooid, hè? Ik kom eraan, hou even de tijd bij. 20 seconden respawn. Dat maakt niet uit. Als hij 30 seconden spant, hij ook weer gewoon. Alleen iets verder. Ik heb bijna die grote dood. Ja, die grote is dood. Groot is dood. Groot is dood. Ik kom eraan. Nou, de rest nog. Nou, de rest nog. Schieten. Ja, je bent levend. Dragon Slayer. Oh my god, een trophy. En alive, motherfuckers. Oké. Bam, level 3. Hey, level 3. In 20 seconden. Ja, dat betekent dat er hier nog ergens een loot crate of zo moet liggen. Upgrade heb ik hier trouwens. Nee, het ligt er niet. Upgrade. Die ga ik zo meteen doen. We gaan terug naar de ding, hè? Dus hier moeten we afsluiten, toch? Ja, we gaan hem hier afsluiten. Ja, de missie is afgelopen. Tot de volgende missie. Ja, tot de volgende missie. Geef even natuurlijk een duimpje. Even tot de kijk ook bij Erik en natuurlijk bij Kjell, zijn kanaal. En we zien dat we upgeleveld zijn, geupgraded. Ik weet niet hoe je het wil doen. Zijn in ieder geval level 3? Oh, jullie zijn slecht. Ik heb 18 kills. Ik heb 9 kills, maar ja, ik heb dit... Jullie hebben het al een keer eerder ik gedaan. 17 kills. Toch? Maar ik heb 5 precision kills. Headshots. Hey. Nee, kijk. Ah ja, daar ik ben natuurlijk down, hè. Dan hebben jullie natuurlijk meer mensen mannetje gekild. Ja. Ja, ja, smoesjes. Details. Oké, okay, ja. Cool. Nou, wat gaan we doen? We worden automatisch teruggegooid naar aarde, hè? Ja, naar de plek waar we... Returning to orbit, ja, in 5 seconden. Oké, okay, nou, we sluiten hierbij af. Vergeet natuurlijk niet even een duimpje te geven. En dan zeggen we natuurlijk zoals altijd, dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. Bye, bye. There was a time when we were much more powerful. But that was long ago. Until it wakes and finds its voice, I am the one who speaks for the traveler. You must have no end of questions, Guardian. In its dying breath, the Traveler created the ghosts to seek out those who can wield its light as a weapon. Guardians to protect us and do what the Traveler itself no longer can. What happened to it? I could tell you of the great battle centuries ago, how the Traveler of Darkness, its ancient enemy. There are many tales told throughout the city to frighten children. Lately, those tales have stopped. Now, the children are frightened anyway. The darkness is coming back. We will not survive it this time. Its armies surround us. The fallen are just the beginning. What can I do? You must push back the darkness. Guardians are fighting on Earth and beyond. Join them. Your ghost will guide you. I only hope he chose wisely. I did. I'm sure of it.
we're in this together now.